Het Korps Brandweer Suriname heeft het werk landelijk neergelegd. Dat is vandaag besloten op een algemene ledenvergadering van de bond. De aanleiding tot de actie is het uitblijven van de overbruggingstoelage die in november 2019 is beloofd. De overbruggingstoelage was na maanden van onderhandelen door het ministerie van Justitie en Politie geopperd. In de tussentijd zou het ministerie zich buigen voor een nieuwe loonreeks die de bond eist. Waarnemend bondsvoorzitter Wendel Oosterwolde stond de media na de vergadering te woord. Ik denk dat de gemeenschap, dat jullie ook weten dat er een dispuut is binnen het bestuur. Ja, ja. Mm-hmm. Is de gewezen voorzitter en het huidige bestuur. Mm-hmm. En de minister heeft aangegeven dat hij op dit moment met die van beide partijen praat. Want ze willen, het is ook een rechtszaak. Ja, ja. Mm-hmm. En ze willen zich dan niet meer mengen in zo'n rechtszaak. Maar je begrijpt, die leden willen zich vertegenwoordigd zien. Ja, ja. En in de AFV zijn wij dan dus als bestuur dat verder niet aanvolgen. Ja, ja. Dat was op 23 december. Ja. Dus de minister van Justitie en Politie praat voorlopig niet met ons en ook niet met meneer Sieber. Maar kunnen er dan, wat u net hebt gezegd, kunnen er dan disciplinaire maatregelen getroffen worden tegen jullie dan? Nee, dat kan niet toch? Dat is een vakbondstrijd. Mm-hmm. Nee, maar tegen de leden die dan in actie zijn? Nee, het is een rechtvaardige actie toch? Ondanks de interne problemen van de bond had justitieminister Stuart Getrouw beloofd uiterlijk januari 2020 de betalingen te doen. De bewindsman heeft zich niet aan zijn woord gehouden, zegt bestuurslid Errol Narijn. Wij komen maandag weer terug, omdat wij per heden streven gaan richten naar de centrale overheid, naar alle actoren, zodat men in kennis is van wat er hier speelt. En komen maandag dan terug. Wij hopen voor maandag berichtgeving te krijgen vanuit de centrale overheid, zodat wij verder de acties niet hoeven te verscherpen. En als dat uitblijft? Dan zal dat gebeuren. Maar de vraag is, als jullie niet erkend worden als gesprekspartner, denkt u dat jullie schrijven dan nog? Ja, precies. Hoe zal die communicatie op gang? Ik denk dat de centrale overheid een wijsbesluit zal nemen. De leden hebben hun besluit genomen. De leden hebben zaken opgelost conform de statuten en het huishoudelijk reglement. En wat dat betreft gaan de leden hard tegenaan gaan. En als ik die ondersteuning krijg van de leden, dan sta ik daar voor ze. Bestuurslid van de Brandweerbond, Errol Narijn. Het korps is vanaf vandaag in actie. Het actiemodel houdt in dat de brandweer niet uitrukt voor branden en waterlevering.